Ja, ik was gevraagd om iets te vertellen over de geschiedenis van het verzet tegen de snelweg in Amersfoort. En de huidige status van de plannen, want er is nogal wat verwarring geweest de laatste tijd ook in de media, waarin verschillende kranten ook eigenlijk onjuiste informatie hebben gepubliceerd. Dus het lijkt me goed om dat even op te helderen. Maar ik zal inderdaad even beginnen bij een beetje wat achtergrond. Ik weet niet hoeveel van jullie zijn wel eens in Amersfoort geweest. Oh, ja, zo ongeveer iedereen. Behalve een paar mensen. Nou, voor die paar mensen zal ik dan toch er iets over zeggen. Amersfoort is, ja, wij noemen het een bos. En het is ook wel een soort bos, maar eigenlijk formeel is het een landgoed. Dus het is niet, ja, een oerbos zou ik het nou ook maar niet noemen. Zo ergens in 1800, ergens in de 19e eeuw is het aangelegd door wat rijke mensen aan de rand van Utrecht. Onder andere een landheer die Amelis heette van zijn voornaam. Dus vandaar de naam Amelisweert. En het bestaat dus eigenlijk uit verschillende gebieden die gebruikt werden ook vroeger voor verschillende activiteiten. Dus een deel landbouw, een deel bos. Bos voor boskap en houtproductie en ook gewoon om mooi te kunnen wandelen en dat soort dingen. Er loopt een hele mooie rivier doorheen, je kan er heel leuk kanoën, dus dat zou ik in de zomermaanden zeker aanraden om te doen, lekker een beetje kanoën. Op een warme dag is het keidruk, echt keidruk, dus een soort file kanoën krijg je dan. Daarom vinden wij ook eigenlijk dat de Kromme Rijn verbreed zou moeten worden, om meer ruimte te creëren voor de mensen daar. Maar goed, er ligt dus een heel mooi landgoed aan de rand van de stad. En in de jaren 70 kregen een aantal studenten in Utrecht die wegenbouw studeerden, kregen er lucht van dat de bedoeling was om door dat landgoed een snelweg aan te gaan leggen. Namelijk de A27, die van het zuiden van het land richting het noorden gaat. En dat werd natuurlijk allemaal een beetje in achterkamertjes besloten door de overheid en Rijkswaterstaat samen. Dus als deze oplettende studenten dat niet toevallig eigenlijk hadden gezien, dan was dat waarschijnlijk gewoon precies zo gebeurd als toen in de plannen stond, zonder dat iemand dat in de gaten had gehad. Maar die studenten die toen natuurlijk nog volledige beurs kregen en eindeloos konden studeren, die hebben een enorm verzet weten te organiseren in Utrecht tegen die aanleg van de snelweg. Met eerst natuurlijk ook allerlei juridische procedures en inspraak geprobeerd te regelen en dat soort zaken. Daarmee hebben ze wel iets bereikt. Ze hebben in ieder geval daarmee bereikt dat de weg niet meer echt zo dwars door het midden van het landgoed werd gepland, maar iets meer langs de zijkant, waardoor er eigenlijk een groter deel van het landgoed bespaard zou blijven. En ze hebben er ook voor gezorgd dat de weg in een soort verdiepte bak kwam te liggen, waardoor het wat minder verstorend is voor de natuur. En helemaal op het laatst hebben zij volgens mij de allereerste bosbezetting in Nederland georganiseerd. Om te proberen op die manier de kap tegen te houden. Dat was toen al een heel groot ding in Utrecht. Ik kom zelf uit Utrecht, een beetje uit die buurt, en ik was 4. Toen die bosbezetting werd georganiseerd. Ik weet dat niet meer, maar mijn ouders zijn daar wel overdag met mij en mijn broer naartoe gegaan. Omdat er overdag natuurlijk allerlei festiviteiten werden georganiseerd. Ook voor kinderen en dat soort dingen. Maar uiteindelijk is daar, zijn die bezetters door de ME het bos uitgemapt op een vrij gewelddadige manier. En is dat bos in één dag in ieder geval die strook waar dus die weg moest komen, is in één dag met de grond gelijk gemaakt. Echt als een soort tornado zijn ze door dat bos gegaan met bulldozers, om dat maar zo snel mogelijk te doen om die vervelende bezetters niet weer in het bos te krijgen. En Salin detail is wel dat er op dat moment nog een kort geding liep, aangespannen door de studenten om die kap alsnog te stoppen. En tijdens dat kort geding, terwijl de zitting nog bezig was in de rechtbank in Utrecht, is dat bos dus neergehaald. Dit was een groot ding toen in de stad, wat voor veel mensen echt een traumatische ervaring is geweest. Niet alleen vanwege het geweld vanuit de ME, maar ook denk ik vanuit gewoon de repressieve kracht die ervan uitging. Hè? Zo van, we luisteren echt totaal niet naar jullie. Zelfs als jullie naar de rechter gaan, fuck you, wij gaan gewoon kappen. Terwijl misschien veel mensen op dat moment toch nog een soort naïeve idee hadden dat
de overheid wel wat geduld zou hebben op het moment dat er nog een rechtszaak zou lopen, wat dus niet het geval bleek. Nou ja, goed. Toen is die weg aangelegd. En zo rond 2010, volgens mij, of 2012, nou ja, ook alweer een heel aantal jaar geleden, vond onze overheid dat die weg verbreed moest worden. Want ja, druk, moeilijk en ja, je kan maar beter verbreden en nog meer asfalt aanleggen. Want dan kan de automobilist lekker doorrijden. En dat is natuurlijk extreem belangrijk. Dat snappen jullie wel. Dus toen zijn de bezetters van het eerste uur zijn weer in actie gekomen. Die waren toen inmiddels natuurlijk wat ouder. En gingen niet direct nadenken over een nieuwe bosbezetting, maar die zijn vooral in gaan zetten op allerlei juridische procedures en inspraak en dat soort zaken om te proberen om die weg tegen te houden. Nou, daar zal ik niet alles over vertellen. Wat ik wel interessant vind om daarover te zeggen, in ieder geval loopt er nu nog steeds een procedure bij de Raad van State. Dat gaat wel met name over stikstof. En niet zozeer over of het niet überhaupt een beter idee is om bos te behouden en minder snelweg te hebben in tijden van een klimaatcrisis. Maar het gaat dus echt over ja, technische details. En wat ik ook interessant vind is dat je ziet dat eigenlijk de hele burgerparticipatie vanuit burgers zelf moet worden georganiseerd. Dus de overheid heeft wel een soort verplichting eigenlijk om met burgers in gesprek te gaan, maar die doet dat niet. Dus ja, burgers moeten daar zelf heel veel tijd en energie in steken om een soort van inspraak te organiseren en te regelen, wat ik best wel een schandaal vind. Dat als je dus geen burgers hebt die een zee van tijd en energie hebben om dat te doen, dan krijg je dat dus gewoon niet voor elkaar. Er is een hele interessante aflevering gemaakt door Zembla, waarin je ook ziet van ja, hoe ingewikkeld dat eigenlijk is om iets bij de overheid voor elkaar te krijgen als gewone burger. Maar je moet dus inderdaad echt hoog opgeleid zijn, een zee van tijd hebben en allerlei ingangen, anders dan lukt dat niet. Nou, kreeg ik net een berichtje dat ik nog 3 minuten had, dus even heel kort. In het laatste regeerakkoord is opeens toch uitonderhandeld, blijkbaar tussen D66 en VVD, dat er naar alternatieven gekeken kan worden voor de A27. In maart leek het even alsof die alternatieven al helemaal door de minister terzijde waren geschoven. Dat is niet waar. Wat er gebeurd is dat er liep natuurlijk een zaak bij de Raad van State. De Raad van State zag natuurlijk ook dat in het regeerakkoord opeens werd gesproken over alternatieven. Dus die mensen van de Raad van State zijn naar de minister gegaan en hebben gezegd van ja, minister, wij hebben hier nog een zaak. Moeten wij daar nu wel of niet naar kijken? Hoe zit het? Geef ons een antwoord. Graag voor 31 maart. Dus op 30 maart heeft de minister gezegd, beste Raad van State, jullie moeten gewoon doorgaan met die zaak die er loopt, want ons plan is nog niet van de baan. Er wordt inderdaad wel gekeken naar alternatieven, maar ga maar door met die zaak. Want uiteindelijk wil de VVD gewoon het liefst verbreden. En die zitten er natuurlijk niet op te wachten dat zij eerst die alternatieven allemaal moeten afwijzen en dan vervolgens nog zo'n heel proces met de Raad van State weer opnieuw moeten opstarten. Dus daarom loopt dat door, maar dat betekent dus in theorie niet dat de alternatieven van de baan zijn. Dan even over die alternatieven. Er is een plan uitgewerkt door een Belgisch ingenieursbureau. Wat ook interessant is, dat geen enkel Nederlands ingenieursbureau dit op wilde pakken, omdat die allemaal ook Rijkswaterstaat als opdrachtgever hebben en dat daardoor dus niet wilden doen. Maar goed, de Belgen wilden het gelukkig wel. Die hebben een ander plan bedacht waarbij je eigenlijk ja, langzamer rijden, meer banen op het huidige asfalt, waardoor je de weg niet hoeft te verbreden en dan toch het enorme fileprobleem kan oplossen. Maar de overheid heeft eigenlijk niet gezegd aan welke voorwaarden een alternatief plan moet voldoen. Dus zij hebben niet de richtlijnen meegegeven van ja, hoe een wat een alternatief plan zou, welk probleem een alternatief plan bijvoorbeeld zou moeten oplossen, of hoeveel doorstroming er zou moeten zijn, of wat dan ook. Ja, wat dus eigenlijk betekent dat de overheid heel veel mogelijkheden heeft om alternatieve plannen af te wijzen, zolang zij
de kaders niet schetsen. Kunnen ze dus altijd zeggen, ja, maar het voldoet niet aan de kaders, zolang die er niet zijn. Dus ja, dus ik denk dat we toch de boom in moeten, uiteindelijk. Dankjewel. Dankjewel, Anneke. En ik zou voorstellen dat Merel de volgende 10 minuten kan invullen. Ja, dat is goed. Dankjewel. Nou, ik ben dus Merel. Ik ben actief bij Studenten voor Amelis Weert. Dat is eigenlijk een klein subgroepje van Amelis Weert niet geasfalteerd. We werken, ja, dus eigenlijk zijn we dezelfde groep, alleen wij richten ons voornamelijk op de studenten. Wat wij heel erg hebben gezien is dat op de Uithof wonen tegenwoordig, dat is een, de Uithof, dat is het of Utrecht Science Park. Dat is eigenlijk de plek waar alle universiteiten, hogescholen zijn. En daar zijn ook heel veel studentengebouwen. En dat zit eigenlijk tegen Amelis Weert aangeplakt. Zowat. Dus als je daar woont, dan kun je binnen 5 minuten het bos inwandelen. En wat wij heel erg hebben gezien, vooral tijdens de lockdowns, is dat het hele bos eigenlijk volstroomde met studenten. Dus er zijn heel veel studenten lekker daar gaan lezen en wandelen en gaan genieten van de natuur. Ook om van hun krappe studentenkamers te ontsnappen. Want het is best intens om op 20 vierkante meter of kleiner te zitten tijdens een lockdown. Dus dan is zo'n bos is heel erg fijn om eventjes tot rust te komen. Maar we zien ook dat heel veel studenten niet helemaal weten wat er precies speelt op het moment. Omdat ze eigenlijk best wel overspoeld zijn door een heleboel dingen. Door ja, woningnood, wat ik al zei, te krappe studentenkamer, studiestress, andere mentale problemen. Hebben ze niet altijd de ruimte om goed bij te houden wat er gebeurt. En daarnaast is het ook zo dat als er nieuwe studenten uit alle hoeken en gaten van het land in Utrecht komen studeren, dan weten ze ook niet altijd wat er lokaal daar speelt. Dus wij proberen daarom die studenten er een beetje wat meer bij te betrekken. En ook vanuit hun het belang te laten zien wat dat bos voor hun heeft. Want ja, studenten hebben ook echt hart voor het bos. En nou ja, over die mentale problemen. Dat bos zorgt er dus ook voor dat je daar eventjes wat ontspanning kunt vinden. En uit verschillende onderzoeken is ook gebleken dat het bijvoorbeeld helpt. Dat het heel erg helpt om in de natuur te wandelen als je depressief bent. En dat is ook voor mij persoonlijk waarom het bos heel belangrijk voor mij is. Omdat ik zelf regelmatig last heb van depressies. En het bos heeft heel vaak ervoor gezorgd dat ik dan dat ik daar wat verlichting van heb ervaren. En dat is ook wat wij heel belangrijk vinden. Want we focussen natuurlijk heel erg op klimaatcrisis. En ook op de onderdrukking vanuit de politiek. Dat het maar doorgeduwd wordt dat bos weg moet voor die snelweg. Maar er zitten eigenlijk nog veel meer aspecten aan. Dus ook die ontspanning die je eigenlijk niet zo snel in de stad kunt vinden, gaat gewoon weg voor mensen. De dieren die daar leven, die komen, die worden gewoon bruut verstoord in hun leefomgeving. Maar eigenlijk dus ook de mensen. En dat is dan waar wij ons heel erg op richten. En de dingen die wij op dit moment doen is actie voeren natuurlijk. Dus wij organiseren demonstraties en kleine acties. Dus we hebben een keer een stoepkrijtactie gehad. En we willen misschien een keer een watergevecht organiseren bij Rijkswaterstaat. Om alvast een voorproefje te geven van hoe het gaat zijn als Utrecht onderloopt door het beleid van de VVD. Dat soort dingen. Dus wij willen echt een beetje die ludieke acties organiseren. Maar we komen ook echt handjes tekort. Dus als jullie mensen kennen die jong zijn of affiniteit hebben met studenten, hoeven niet eens per se studenten te zijn, kom ons alsjeblieft ondersteunen. Want we zijn een beetje overvoerd op dit moment. En we willen heel graag heel veel leuke dingen gaan doen. Dus dat eigenlijk. En even denken, wat wil ik nog meer vertellen? Zoveel te vertellen eigenlijk over het bos. Ja, wat Anneke net vertelde over dat bos wat toen destijds is gekapt. Dat ging toen om 600 bomen. Nu gaat het om 800 bomen. En duizenden langs het hele traject. En ja, wij vinden het gewoon verschrikkelijk om te zien dat die natuur eigenlijk gesloopt moet worden voor een snelweg die helemaal niet gaat helpen tegen files. Dus er zijn heel veel experts die geven al aan van er is niet echt een fileprobleem of er is alleen een fileprobleem op een heel klein stukje. Er zijn alternatieve oplossingen voor. Maar die wegverbreding die gaat daar niet bij helpen. Die gaat alleen maar zorgen op de korte termijn dat het enkele seconden tijdswinst oplevert. En op de lange termijn trekt het alleen maar meer auto's aan. En wij vinden het gewoon heel naar om te zien dat het bos verwoest moet worden
voor asfalt. Omdat het best wel, die bomen zijn 200 jaar oud. Die zorgen ook natuurlijk voor heel veel CO2 wat uit de lucht gehaald wordt. En als er dan nieuwe boompjes ergens anders geplant worden, dan gaat dat natuurlijk niet helpen, dat soort dingen. Maar het is ook gewoon heel zonde van het mooie bos. En ja, wij merken dat het soms nog best wel lastig is om mensen erbij te betrekken. Omdat mensen soms het gevoel hebben dat ze machteloos zijn tegenover zo'n grote duwende macht vanuit de politiek. Want dat voorstel is eigenlijk ook een beetje doorheen geramd aan het begin van de coronacrisis. En mensen denken dan, ja, de politiek die overroelt ons. We kunnen onze stem wel laten horen, maar wat heeft het voor zin? Want die wegverbreding gaat toch wel door. En wij denken dat het wel zin heeft om onze stem te laten horen. We hebben heel erg gemerkt, ook met het studentenprotest, waren we eigenlijk met 150 mensen hebben een mars door Utrecht gelopen. Dus dat is een kleine mars, maar we hebben wel heel veel lawaai gemaakt. Er zijn mensen hun huis uitgekomen om met ons mee te schreeuwen. Kinderen stonden langs de weg te springen en te roepen, Amelisweert niet geasfalteerd. Dus dat bracht echt een soort van spirit in de stad. En dat stemgeluid, dat is heel belangrijk om te laten horen, want daardoor geven wij ook de mensen die nu de rechtszaak voeren een soort van boost. Omdat we krijgen heel veel media-aandacht met zo'n hard stemgeluid. En dat is heel belangrijk. Dus, zometeen als we het klassikale deel hebben, zeg maar. om het zo maar even te noemen. Dan lijkt het me heel interessant om daar eens over te brainstormen. Over hoe we eigenlijk dat gevoel van machteloosheid weg kunnen nemen bij mensen. Ik denk dat dat heel belangrijk onderdeel is om mensen meer hierbij betrokken te laten raken. Want ja, mensen willen niet dat het bos weggaat. Heel Utrecht wil het eigenlijk niet. En toch hebben we niet heel Utrecht die ons helpt. Dus het is belangrijk dat we denk ik dat gevoel van machteloosheid wegnemen. En dat we echt de boodschap verspreiden van als we groeien, dan kunnen we dat geluid nog harder laten horen. En dan wordt het geluid misschien wel zo hard dat de politiek zichzelf overrompeld voelt. Dat was het eigenlijk, ja. Dankjewel, Merel. Ja, graag gedaan. En volgende spreker is Steven. Yes, dankjewel. Ik wilde eigenlijk beginnen met een deel wat Merel ook heeft verteld. Amelisweert is echt een hele belangrijke plek voor Utrecht. Voor de mensen die er wonen, ook voor de natuur, voor de beesten die daar leven. Maar ook voor de toekomst. Dat geeft ons natuurlijk koelte en zuurstof. Maar daarnaast is het denk ik ook een heel belangrijk punt waar een heleboel dingen in samenkomen. Wat ons de kans geeft om de politiek van Rutte 4 bloot te leggen en daar hopelijk een begin aan te maken om daarmee te breken. En die potentie is daar, denk ik. Het Bos en haar Lot wordt echt breed geleefd in Utrecht. Er is geen straat waar geen posters hangen van de Amelisweert. Ook al zijn die posters al 2 jaar oud, ze hangen er nog steeds. En we hebben grote protesten gezien. Naast natuurlijk allerlei kleine protesten. Hebben we ook een fietsprotest van 2000 mensen tot groter van dat. En ik denk dat er echt enorme potentie is om dit groot te gaan maken. Zoals Anneke en Merel hebben gezegd, er zijn eigenlijk geen goede argumenten om dit te doen. Het kan opgelost worden, het niet bestaande fileprobleem, om het zo maar te zeggen. Het kan opgelost worden door 80 kilometer te gaan rijden. Daarnaast, het kost natuurlijk miljarden. Natuur gaat verloren, uitstoot omhoog. En dat wegverkeer, dat ligt natuurlijk ook gewoon heel erg lang stil voor die verbouwing. Dat ga je nooit meer inhalen. Ik geloof dat het 3 jaar tijd nodig heeft om aan te leggen. Meer volgens mij zelfs nog. En uiteindelijk gaat het om een luttele seconde tijdswinst. Ja, daar gaat het dus eigenlijk ook niet om. Maar waarom gebeurt het dan toch? En dat komt met name omdat natuurlijk het klimaatbeleid van Rutte 4 wordt ingegeven door kapitalisme. Er wordt niet geproduceerd of gepland naar onze behoeften. Dus we moeten simpelweg van A naar B komen op een goede manier. En we hebben een leefbare planeet nodig. Maar daar wordt niet naar gekeken. Er wordt geproduceerd voor en gepland voor maximale winst. Maximale winst en accumulatie. En laat staan dat dit natuurlijk op een democratische wijze tot stand komt. En daar hebben jullie ook al meerdere dingen over gezegd. We hebben eigenlijk vrijwel geen zeggenschap over de vormgeving van onze eigen ruimtelijke omgeving.
Dat zie je hier, maar dat zie je ook met de verdozing van Nederland natuurlijk. Iedereen, heel Nederland is daarop tegen. En het gebeurt toch. En natuurlijk, nou, die zeesluis is gisteren ook genoemd, is daar ook een mooi voorbeeld van. Even kijken, wat dan op het volgende? Ja. We horen op straat tegelijkertijd wel natuurlijk uit allerlei richtingen en ook uit, met name vooral uit extreemrechtse hoek, maar van afgelopen week op straat ook weer, dat ik aan de praat raakte met iemand. Klimaat is een verdienmodel. En ik denk dat we daar best wel eerlijk over mogen zijn, dat dat zoals het nu wordt vormgegeven ook is. Nu is dat alleen iets wat je een beetje uit klimaatontkennende hoek ziet komen. En dat is niet voor niks. Die mensen voelen dat aan, dat ze bedonderd worden. Dat er geld, publiek geld, miljarden publiek geld gestoken wordt in diepe zakken. Waar wij vervolgens uiteindelijk niks collectiefs mee opbouwen. Dan. Het kabinet trekt echt miljarden uit voor het grote kapitaal. En doet het door middel van subsidies. 35 miljard. Inmiddels is daar een beetje van afgehaald. Dat gaat naar defensie. Natuurlijk verschrikkelijk. De grootste wereldwijde uitstoter die er is. Dus ja, het gaat totaal de verkeerde kant op. En die subsidies, daar zitten geen enkele of nauwelijks voorwaarden aan. Of ze zijn boterzacht. Dus opnieuw, de grote vervuilers, die hoeven niet te betalen. En die krijgen juist geld toe. In plaats van dat ze terwijl ze de afgelopen jaren natuurlijk bakken winst hebben gemaakt met het vernietigen van onze leefomgeving. En hier opnieuw, er wordt dus niks collectiefs opgebouwd. Het gaat gewoon naar de aandeelhouders. Dan opnieuw even over die zeesluis, want ik denk dat het daar wel duidelijk wordt hoe dit werkt en waarom het toch gebeurt. Die zeesluis, net als in Amelisweer, daar gaan miljarden in zitten. En er wordt dan gezegd, ja, maar het is niet rendabel voor de overheid of voor ons. Maar dat is ook niet de bedoeling, dat het rendabel is voor ons. Het is de bedoeling dat het rendabel is voor het grootkapitaal. Zij kunnen de komende jaren nog grof geld gaan verdienen met die zeesluis. En de verbreding van de A27, die zet natuurlijk in op individueel, eventueel elektrisch vervoer. Waar gigantische winsten mee kunnen worden doorgezet. In plaats van natuurlijk, wat logisch zou zijn, het OV. Ga daar gigantisch in investeren. Daar hebben we met z'n allen wat aan. En terug bij dat elektrisch vervoer. Daarin is ook te zien dat het dus niet los te zien is van het sterrenbos. Waar een deel van het bos of een groot deel van het bos gekapt is. Voor de aanleg van een mogelijke fabriek voor elektrische auto's. Dus dat was niet eens zeker, maar ook daar is het gewoon doorgebeukt. Even kijken. Ja. Plus natuurlijk, elektrisch vervoer vraagt enorm veel grondstoffen. Die grondstoffen zijn ook weer te monopoliseren en er valt grof geld te verdienen. En natuurlijk, het beste voorbeeld van die kobaltmijnen en dergelijke. Dat is ongelooflijk wat voor mensenrechten schendingen en smerige troep daarbij naar boven komt. En we mogen natuurlijk ook niet uit het oog verliezen dat de verstrengelingen van staat en kapitaal diep gaat in Nederland. Dat is ook een belangrijke reden waarom we dit zo zien. Cora van Nieuwenhuizen, de vorige minister van Infrastructuur, is nu lobbyiste voor diezelfde industrie. Halbe Zijlstra, dat is natuurlijk ook bekend geworden, die heeft ook Rijkswaterstaat makkelijk onder druk kunnen zetten om toch smerige grond te dumpen. En zo zie je dat daar een hele innige verstrengeling is tussen kapitaal en politiek, of tussen de staat. En met dit soort projecten wordt de steun van kapitaal aan partijen als de VVD en D66 zeker gesteld. Niet iedereen heeft misschien al even helder, heeft het misschien even helder, maar iedereen doorziet hier wel delen van. En dat zie je natuurlijk ook aan termen als dat het een verdienmodel zou moeten zijn,
Of dat ze geld inderdaad, gewoon gemeenschapsgeld in dingen zien, naar dingen toe zien stromen, waarvan ze zelf denken, ja, maar het zijn totaal onlogische en onzalige plannen. En toch worden doorgedrukt. Het is dus aan ons om deze mensen samen te brengen, te organiseren en het tot uitdrukking te brengen. Er wordt dan een alternatief gewerkt, zoals er is gezegd, maar vermoedelijk, daar ga ik eigenlijk vanuit, gaat dat gewoon linea recta de prullenbak in. Zeker aangezien er gewoon geen voorwaarden zijn. En de VVD wil gewoon de kosten wat het kost verbreden. We gaan zeker de boom in, maar ik denk niet dat dat voldoende is. We hebben echt een brede beweging nodig met heldere eisen. En een verhaal dat verder gaat dan dat alternatief waar nu aan gewerkt wordt. We willen gewoon geen verbreding, dat bos moet verbreed worden. Ja. Er moet solidariteit en een dynamiek ontstaan tussen de bosbezetters en de andere mensen in de stad en de regio. En dat doen we met een breed gedragen verhaal en eisen. Zoals een goed en toegankelijk OV. En de fiets. En de fiets, niet te vergeten. Het gevaar bestaat anders dat die bezetting misschien geïsoleerd raakt. En dat ze te snel die bomen uitgeslagen worden. En dat willen we natuurlijk niet hebben. Dus wat moet ons grote verhaal worden? Ik denk dat hier echt een potentie is om wat meer klassebewustzijn naar voren te schuiven. En die verhalen naar voren te brengen over waar het probleem daadwerkelijk ligt. En daarnaast natuurlijk, die klimaatbeweging in Nederland heeft echt heel hard een overwinning nodig. En ik denk dat dit die overwinning kan zijn. En daar wil ik bij laten.